Hallo, hallo, hallo jongens. Welkom terug op mijn kanaal. Hi, how are ya? Hoe gaat het met jullie? Vandaag is het weer tijd dat ik mezelf ga omtoveren van dit naar. Oeh, naar dit. Nou jongens, als jullie willen zien hoe ik mezelf omtover tot deze magnifieke, ik weet niet wat het is, blijf kijken. Nou, dus ben jij benieuwd hoe ik dat ga doen? Blijf dan zeker kijken. Oké, Jesus, we zijn echt... Voor mij dan tenminste een uur verder. Ik dacht dit keer ga ik die wenkbrauw echt super goed afplakken. Ik wil het gewoon helemaal plat hebben. Maar dit is wat er van is gekomen. Ja. Ik moet het gewoon nog leren, ja. Maar ja, we gaan beginnen met de make-up. So stay tuned. Dames en heren. Appels en peren, koekjes en snoepjes en alles wat er boven, onder, naast, rechts, op, weet ik veel wat is, welkom. Welkom, welkom. We gaan lekker beginnen met kuppen, lekker make-upje doen. Voor de mensen die geen respect hebben voor het proces van make-up. Jullie mogen doorspoelen naar minuut 8. Daar staat de fantasy helemaal voor jullie klaar. Geniet van de fantasy of John en enjoy. Voor de mensen die toch het make-up proces willen zien, jullie kunnen blijven kijken en genieten van de mooie blikken die jullie nu zien. En veel plezier! Hoi, 20 uur verder. We zijn nu zo. Ja. Yellow en groen. Ik heb altijd. Ja, kijk, voor vandaag was mijn inspiratie kikkers. Oh, ik kijk vaak naar dieren omdat ik denk van wauw, wat een mooie features. Dit is zo mooi. Bij katten vind ik die lijnen altijd super mooi op mijn gezicht. Bij vossen hebben we echt trok ogen, bla bla bla. En kikkers. Je hebt altijd gewoon hele mooie kleuren en sommige hebben ook wel die patronen en zo, weet je. Maar ik heb, ja, kijk, dan heb ik het als inspiratie in mijn hoofd en dan denk ik van, oké, maar hoe ga ik dat uitwerken? En dan begin ik gewoon zomaar iets te doen. En altijd midden in mijn proces heb ik, zeg maar op dit moment, heb ik het gevoel van, oké, dit gaat een beetje nergens naartoe. Maar door de jaren heen heb ik echt mezelf moeten aanleren van, ga door, ga gewoon door. Aan het einde wordt het altijd wel iets moois, weet je. En dus dat doe ik nu ook. Maar het stemmetje in mijn hoofd zegt gewoon de hele tijd van lelijk. Gaat niks worden! Maar we moeten gewoon geduld hebben en afwachten. Dus we gaan weer lekker verder. Muziek. Ik leef. Ik weet het niet. Ik vind het cool eruit zien. Ga gewoon verder. These insecurities are killing us. Dus ik ga nu tegen mijn insecurities helemaal strijden. En zeggen fuck jullie. Ook weet niet eens wat ik dat mag zeggen. Maar fuck dat.
En ik ga het gewoon afmaken. En ik ga fabulous worden. Ik weet het nu al. Nobody can me stoppen. Hij moet er gaan. Oh jongens, mijn benen zijn helemaal verdoofd. Ik zit letterlijk op de grond. Ja jongens, als jullie iets van mij willen meenemen of leren, als dat mogelijk is van dit ding, dan is dat echt vertrouw in je creativiteit. Ga gewoon verder. Vertrouw in jezelf. Want ik heb echt heel vaker hetzelfde probleem. Veel vaker hetzelfde probleem dat ik denk van nee, dit gaat nergens naartoe. Maar dat het uiteindelijk magnifiek wordt. Dus trust yourself. Insecurities? We don't know her, you know. Kende ik die bitch echt maar niet. Oké, nog een leermomentje. Hoe gaan we lippen tekenen? Nou, je kijkt naar jezelf en dan fantaseer je in je hoofd. Ik heb 26, nee, je moet wel eerst rustig gaan beginnen. Ik heb 16 lippen extra. En dan teken je om die 16 lippen een lijntje. Succes! Oh, jongens, de wimpertjes komen. Niks, maar dan ook niks kan de fantasie nu nog stoppen. Oh ja joh, dat gaat zeker helpen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh, het begint jongens, het begint. Ja, het is zover, het is klaar jongens. She is into it, she is nu weg van realiteit. En ze zit in de fantasie. Bye John, hallo God weet wie. Ja, dit is geen 5 sterren keg, maar een 2 sterren keg. Het zijn jullie weer. Hi. Nou, ik ben er helemaal klaar mee. Dit is mijn natural I'm going to the beach look. Ik heb een sjaaltje omgegooid. Even heel snel uitgekozen uit mijn kast. Mijn oorbelletje zit erin. Ik voel me wel een beetje naakt. Oeh. Hallo, hallo, hallo. Fuck, sorry. Daar gaat mijn fucking mooie oorbel. Nou jongens, dit is het er uiteindelijk van geworden. Ik ben er zeer blij mee. Oh, het heeft me heel veel onzekerheden gekost. Ik weet niet of ik dat goed zeg tijdens het proces. Maar uiteindelijk is het weer eens super magnifiek geworden. Wacht even hoor. Oh, ja. Oké, jongens. Hi. Het is tijd voor een ASMR filmpje. Relax. We beginnen met een banaantje. Mijn handen zijn schoon.
zo relaxed. Jongens, ik vind het zo relaxing dat ik zelf bijna in slaap val. Het is wel heel luchtig voor een ASMR filmpje. Ik kan niet de smaaksensaties naar jullie overbrengen. Vind ik jammer. Ga ik wat anders proberen met meer sensatie voor jullie. Nee, deze is echt geen ASMR waardige ding hoor. Poef poef ding. Wat anders voor je zoeken. Doe ik wel even een bril op doen, want ik zie niks. Het is mijn neefje. We lijken heel erg op elkaar. Hi, we hebben daar eerst maar. Is mijn neef, ja. We lijken heel erg op elkaar. Maar ik doe niet aan familie. Deze was wel heel goed voor een ASMR filmpje. Hier zit veel sensatie in. Volgens mij kon ik het zelf bijna ook proeven door mijn magnifieke gekauw. Nou, we zijn er schoon. Had je wat? Had je wat? Girl, ba? Gek. Schoonmaken naar zaal 2 alsjeblieft. Schoonmaken naar zaal 2 alsjeblieft. Ik had iets te hard gepufft. Onze poep ziet er zo uit. Ik heb deze outfit een beetje gehad. We gaan weer wat nieuws proberen. Oké, waar zegt ze dus klaar? We gaan verder. Trouwens, terwijl ik voor jullie eten aan het zoeken ben, besefte ik me wat. Ik zie eigenlijk bijna geen shit door deze puntje lenzen. Ik zie letterlijk een fucking baas voor me de hele tijd. Oh ja, daar gaat mijn puntje. Maar ik ga weer verder zoeken hoor. Ja, come on, ik ben nu met dit bezig geweest. Dus ik moest wel even wat eten, weet je.
Dus ik dacht, ja, waarom doen we het niet samen? Maak ik er gelijk een ASMR filmpje van, een mukbang van, een tutorialtje van. Oh gosh, jongens, kijk hoeveel ik jullie geef. Dat is echt niet te doen hoor. Dit is echt wel een duim omhoog waard. Lijkt de multitasking die hier gebeurt. Nou. Dat gebeurt nergens anders op YouTube. Had er iemand een schoonmaker nodig? Ik ben hier. I have arrived. Ja. Schoonmaker naar zaal 2. Schoonmaker naar zaal 2. Maagje is weer gevuld. Ik voel mijn huid een beetje naar de tyfus gaan. Dus het wordt tijd om afscheid te nemen. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ik hoop dat jullie even hard hebben genoten van het filmpje als dat ik van mezelf nu op dit moment aan het genieten ben. Gooi een duimpje omhoog als je het leuk vond. Gooi een duimpje omlaag als je het niet leuk vond. Liever niet, alsjeblieft. No. Laat het weten wat je ervan vond. Laat weten wat je de volgende keer wilt zien. En ik ga nu alles... Nou, tijd om het ervan af te halen allemaal hoor. Zo lekker. Licht. Als het gaat, nee. Nog mooi nippertje. Done.